als ik thuis kom van school, moet ik meestal nog bezig met huiswerk, leerwerk. En dan ja, eten. Of na training eten of voor training eten. En dan moet ik me omkleden en dan ga ik er alweer heen eigenlijk. Snel wat eten, tas inpakken en hup, op de fiets naar de taekwondo training. De 17-jarige Groningse Melissa Versteeg doet aan de vechtsport taekwondo. Ze heeft in de loop van de jaren al veel gewonnen. En op 19 november werd ze in Den Haag Nederlands kampioen in haar leeftijdsklasse. Vanaf haar 8e is Melissa al in de ban van deze van oorsprong Koreaanse vechtsport. Ik doe het al iets van volgens mij 9 jaar. Vanaf mijn 8e, 9e, toen ben ik begonnen. Ja, dus het is eigenlijk een verzameling van 9 jaar lang wedstrijdjes doen. Eerst lager niveau en dan steeds ben ik iets grotere toernooien gaan draaien. En nu uiteindelijk het NK ook. Melissa kan trainen in haar eigen wijk bij de Kazimi Taekwondo Academie in Vinkhuizen. Wil je op landelijk niveau een beetje meekomen, dan moet je minstens 4 dagen in de week flink aan de bak. Op de maandag en de woensdag is echt een wedstrijdtraining. En op de donderdag hebben we krachttraining. Dus ja, het verschilt heel erg een beetje. Het ligt wel aan de training. De ene keer is het wat zwaarder, intensiever dan de andere keer. Hoe is zo'n training eigenlijk opgebouwd, wat we vandaag gezien hebben? Nou, meestal beginnen we gewoon de groeten samen. Dan doen we een warming-up. Elleboog op de grond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Of we doen een spelletje soms, een tikketje. Maar het is ook, we moeten kriskras door elkaar rennen. Een beetje bewegen tegen elkaar. En dan doen we meestal, ja, het ligt aan de les. Of we doen theehoeks, of we doen kuststroppen. Het ligt een beetje aan het onderwerp. En dan sluiten we wel weer gezamenlijk af eigenlijk. Bij wedstrijden kan de jury met elektronische snufjes bepalen wie er gewonnen heeft. Je hebt een panzer om en een helm. En daar zitten sensoren in. En ook in de voetjes die wij aan hebben zitten ook sensoren. En als die elkaar raken, krijg je een punt. Op basis van de punten kun je winnen. Dan heb je 3 gevechten. En degene die als eerste 2 rondes daarvan wint, die heeft gewonnen. De vechters op de wedstrijdbeelden trainen ook fanatiek bij Kazimi en struinen samen met Melissa het wedstrijdcircuit af. We zitten al met hun vanaf het begin eigenlijk al op. Dus ja, we doen alle wedstrijden samen, we zijn overal samen. Dus ja, het is wel een hechte groep op zich. Elkaar kennen en vertrouwen is ook nodig, want het gaat er soms hard aan toe op de trainingen. Gebeuren er ook wel eens ongelukken? Ja, zeker. In de wedstrijd of op de training allebei wel. Ik bedoel, er zijn genoeg blessures die wel eens gebeuren als je verkeerd raakt of zo, verkeerd landt. In een wedstrijd ook. Je weet, dan herken je de tegenstander niet. Op de training kennen wij elkaar, we weten een beetje van elkaar hoe we vechten. Maar in een wedstrijd is dat natuurlijk anders. Dan kom je tegen een onbekend iemand meestal. Dus dan is het nog wel eens een onverwachte schop die in één keer in je gezicht belandt. Dat kan gebeuren, ja. Heb je het gevoel van dat het je vormt ook? Dat je... Ik denk wel met doorzettingsvermogen. Ik bedoel, ja, ik ben niet iemand die zomaar opgeeft. In een wedstrijd kan ik ook niet zomaar opgeven. Nou, en als het dan even tegen zit op school of zo, ja, dan kan ik wel gewoon doorzetten of zo.